Oké, de deeg ik maak gewoon simpel met water, altijd koud water, is heel belangrijk. Bloem, gist, olie en zout, that's it. Geen eieren of andere ingrediënten, heel simpel. You study the particular of the pizza, the grains, the flour, the schedule of the flours. Elk ingrediënt is belangrijk. Dus als iets te veel of te weinig, dat is, gaat fout. Wat belangrijk is, hoe lang gaat het in de koeling zitten om te rijzen. So we're using the strong flour. So that means that it raises a long time to have the perfect product. Die belangrijk voor de pizza moet echt een goede levitatie. En het moet licht zijn. Als je eten, kan je ook 2-3 pizza eten. Je bent nooit vol. Nooit. It's really important because when the most of the time when you eat a pizza you feel really really heavy. That pizza wordt te zwaar. En het wordt echt een hoe zeg je dan biscotto cookie. Dat we vinden niet leuk. When it's as soft as you want it, when it's as stretchable as you want it, then it means it's ready. Je moet gewoon voelen. Dat is heel belangrijk. Niet alleen denken wat staat daarin, maar gewoon voelen. Yeah, the important thing for me when I start stretching the pizzas is to keep the bottom thin enough, but then also try to have the crust. So I'm gonna show you the way I do it. Everywhere you go, you see a different kind of dough. Nou, iedereen heeft verschillende recept en iedereen heeft verschillende manieren te maken. Hè? We maken niet iedereen dezelfde. Everyone make pizza in a different way. So I experiment also other kind of dough. I thought, okay, let's make also not only the white dough, you know, because people they want to eat spelt, whole wheat. So yeah, then of course I have my own little adjustments after this. I cannot tell you everything, otherwise I have to kill you.